Maar 30 uur reizen is te ver. We hadden de hele wereld rond kunnen zijn. We zijn eindelijk ergens aangeland. Halleluja. Dag één. We zijn zojuist aangekomen in het prachtige Utah. En mooie mannen. Dag 2. Een reis gemaakt samen met Harry. We gaan zo meteen met de boot naar Kilis. En de komende 5 dagen zitten we gewoon op het paradijs op aarde. Two new friends. Hello. Hello. Unbelievable. We actually met 2 sympathetic Germans. We gaan nu naar Gilliard met onze Duitse en Franse vrienden. Fuck.